Ik heb je nog nooit zo horen kreunen. Wat zeg je? Ja, schatje. Oh, sorry. Oh, het is zo... Oh, oh jeetje, Martijn. Hallo, Lieselotte en Martijn van het nieuws. Dag mensen. Dag Martijn. Hey. Hallo, hallo. We hadden net een heel leuk momentje, hè? Oh ja? Wij? Jij zei... Over 200 dagen. Over 200 dagen is het kerstmis. En toen zei ik, hoe weet je dat? Toch niet van Victor Orban. Maar die volg jij dus ook op Twitter? Ja, zeker. Ja? Ja, die doe ik even voor hem, want ik kijk naar deze vlogs, snap je? Oké, dus... hij kijkt jouw vlogs. Ja. Ja, ik... Weet je wat het kut is? Ik weet niet meer wat hij doet. Maar ik vond het wel grappig of zo, denk ik. Hij is grappig. Hij doet allemaal van die leuke gifjes en zo. Oh, dan ben dat ik zij. Daar in kom ja. Sorry, Victor, ik heb al je kaarten. Lieselotte, wat ben je weer goed bezig. Wat lief, je hebt er een onderzet erbij gedaan. Natuurlijk moet hij daarom lachen. Het is toch niet normaal dit? Lieselotte, kan je even uitleggen waarvoor dit is? Anders moet ik zo'n jank verhaal ophangen. Nou, je hebt een beetje last. Een klein beetje maar hoor. En het stelt eigenlijk niks voor. Precies. As I quote. Van je rug. En dat heb je vooral bij het gaan zitten, maar nog het meeste met opstaan. Ja. Dus daarom is het handig als je staand kunt werken. Terwijl Ruud dus een programma aan het voorbereiden is, zijn we hier degene die eigenlijk het echte leukste moeten doen. Ik heb je nog nooit zo horen kreunen. En dat... Oké. Okay. Nee, ja, dat klinkt nu een beetje raar en zo. Ik bedoel het helemaal niet, maar ik schrik er echt een beetje van hoe... Hoeveel pijn je hebt. Ah, dat is allemaal aanstelleritis. Is het zo'n vieze? Nee, hij pelt niet dat ding. Ja, dit is een beetje zinloos gepeld. Ik wil laten even ruimte voor de lachband. En de krekels? Ja, die komen nu. Ja, snap ik. Wouter? Ja, jij zei laatst, ik ben 1,93 meter, 1,94 meter. Weet ja. je nog? Ja. Hoe lang ben jij, Louis? Ik ben 1,94 meter. Nou, kijk. Ja, dan moet je niet zo gaan staan. Kijk maar dan. Ik heb wel hele dikke zolen ook. Zie je, dus dat scheelt ongeveer een centimeter. Klopt dan toch? Nee, dit scheelt meer dan een centimeter. Lieselot, ja? Kom eens. Ja, maar doe daar even schoenen uit. Doe nou schoenen uit. Ja, oeh, ik wel. Oeh. Ja, maakt niet uit, joh. Kijk, maar even. Zie je, dit scheelt ook lekker. Jij bent geen 1,94. Nee. Ja, links is groter. Kijk, ja, maar echt. Ligt ik gok 3 centimeter verschil. Ik heb hier mijn paspoort. Staat heb ik ingescand. Ja, maar in mijn paspoort ben ik 1,82. Terwijl ik kom niet eens in een attractie bij de Efteling. 1,90 meter. Dat scheelt het perfect. 4 centimeter. Nou, ja, dat is wel een licht eraan. Maar wat is nou 4 centimeter, zeg ik altijd maar tegen de mensen. Niks. Nou, persoonlijk weet ik dat dat veel kan uitmaken. Dit had ik niet gezegd als ik jou was, maar dat is iets voor mij. Hoe blijf je in zo'n goede conditie? Weet ik veel. Hoe komt het? Hoe komt het? Hoe komt wat? Dat je nog steeds in zo'n goede shape bent. Ik bedoel, doe je veel aan sport? Ja. Oh, dat is het gewoon. En ik doe aan yoga. Roeien. Bodypump. Niet. Shit, ik dacht dat het dicht was. Dag schatje. Hey Elsje. Had je mij niet gehoord? Hallo? Ja. Moet je niet naar buiten, het is hartstikke lekker weer. Hé. Hey. Goedemorgen! Hallo, hallo! Je bent nog net op tijd van Midnight Snack, of is het al middernacht geweest? Voor mij is het, ik ben net klaar met mijn werkdag, 11:45. 11:45. Kijk, wat ik hier heb. Oh, lekker! Eindelijk een poes die gewoon blijft staan. Ik ben net klaar met werken, Martijn was nog wakker. Bram die komt nu thuis met een, oh god. Volgens hey, Bram! Hey!
Dan gaat hij heel erg zijn best om niet met dubbele tong te praten. Moet je opletten. Een stuk is graag. Dat ja, let. Hey Poepie. Hallo. Hi. Het is 12 uur, hè, het hele. 12 uur, het is 1 uur, Bram. Het is 10 voor 1. Het is bijna 1 uur, ben je en ik ben net klaar met werken en ik zat Instagram te kijken. Ik zag Tijn deze dingen doen. Ik zei, oh lekker. Dus ik zit gewoon even... Maar wat ben je vrolijk, Bram? Hoe komt dat? Hier. Nou, wat is de Brammy? Dankjewel. Morgen al. Komt er maar goed. Auw!